Medewerksters van het weekblad Margriet organiseerde afgelopen maandag een mini-winterfair voor de bewoners van zorgcentrum Simeonshof in Erp. De mini-fair stond helemaal in het teken van de actie Ik geef om je. De actie hashtag Ik geef om je is van het tijdschrift Margriet. En de actie is eigenlijk om Nederland in de decembermaand een stukje liever en vriendelijker te maken. En dat kan eigenlijk op heel veel manieren. Dat kan door heel klein gebaar, door gewoon te zeggen dat je om iemand geeft. Maar ook wat groter, door een keer een boodschapje voor een zieke buurvrouw te doen. Of een keer extra langs te gaan bij opa of oma. En vandaag doen we dat in de Simeonshof in Erp. Zijn we met de oudere dames workshops aan het doen. We hebben een concertje geregeld. Kunnen ze lekker hun nageltjes laten lakken. Om gewoon de oudere mensen ook een dagje in het zonnetje te zetten. Redacteuren en stagiaires van Margriet gaven zelf uiting aan de actie. Ze lakten de nagels van senioren en hielpen hen met het maken van een wintersneeuwbol en een kerststukje. Veel belangstelling was er ook voor het appeltaartconcert, waarbij een violist en een gitarist klassieke nummers speelden. De senioren waren een en al oor. Het was bijzonder dat de Margriet mini-winterfair Simeonshof aandeed. Nou, wij zijn met de medewerkers, hebben wij de POK gehad een uitstapje naar de Margriet Fair. Daar kregen wij dus een goodiebag en in die goodiebag zat de Margriet. En in onze teammanager die zag het oproepje erin staan en die dacht van hé, dat is leuk voor Simeonshof. En die heeft de vraag gesteld van wij vinden het leuk dat wij hier kunnen komen, maar onze bewoners kunnen niet naar de Margriet Fair. Zouden jullie niet bij ons kunnen komen? En zo is het eigenlijk gekomen.